برا الحزن البوق والزوارة برا برا الحزن الحزن ما بقى أمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلكت أوراق برا برا النجوم تفضل كت الشمس دم تسير برا برا الحيطان الحيطان واقفين برا برا الخوف والناس ساكتين برا برا الحزن البعد والزوارة برا برا الفزت الحزن ما بقى أمان برا برا نشفو الودان هلكو بحورات برا برا النجوم تفاطر كت الشمس Hallo landgenoten, ik ben Ayber Köprülü, ik ben 19 jaar, ik woon in Amsterdam en ik ben moslim. Goed volk, kom op nou. Weet je, ik ga je... Nee, mijn paspoort, kom op. Mijn Nederlandse paspoort die ik heb gekregen van de koningin. In naam van haar majesteit, de koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zegt dat ik een Nederlander ben. De koningin zegt dat ik een Nederlander ben. Punt. Dan ben ik ook een Nederlander. Maar blijkbaar zien mensen dat niet anders. Ik ben Ayber Köprülü, ik ben 19 jaar, ik woon in Amsterdam en ik ben moslim.
vraag, als er achter de C een klinker staat? Ja, een A of een. Een A of een U? Of E? Nee, een A. Als er een A achter de C staat, dan spreek je maar als een? K. K, inderdaad, hè. Alleen als, je maar, als er een E volgt of een I volgt, dan spreek je maar als een S. Sessief. Hoe is dat? Sava. Sava. Maar dat is weer een ander soort C, hè. Kennen jullie deze C? Van Curaçao. Curaçao, ja. Dat schrijft ook zo. CCD, hè. In het Turks spreek je uit als een? Tje. Ja, dat is je fout op die je moet maken, hè. Ik kan wel een beschrijving geven van waarom, hoe iemand eruit zag die contact met God had. Hoe dan? Ja, heel licht. En hij straalde licht uit en rust. En het is altijd, hoe noem je dat? Vertrouwd als je bij diegene in de buurt bent. Ja, dat soort dingen. En die lopen hier niet echt rond? Nee. Dat soort mensen. Nee. Nog iets voordat jullie weer doorgaan met praten. Wie kan me vertellen wat nou eigenlijk een bijvoeglijknaam woord in het Nederlands is? Alleen vingers. Tarik. Iets wat je kunt zetten inderdaad voor een zelfstandig naamwoord. Een voorbeeld. Wie was er nou aan het woord ook alweer? Jaromiro, dat weet je heel goed, alleen je doet het niet. Tarik. Een voorbeeld. Een grote keuken. En wat is dan het bijvoeglijk naamwoord? Groot. Goed zo. Dames, Charlotte en Soraya, hebben jullie gehoord wat Tarik net heeft gezegd? Silence. Soraya, wat had Tarik net gezegd? Niet opgelet, hè? Wie? Lulife. Een grote keuken. Hij heeft een voorbeeld gegeven van wat? Van bijvoeglijk naamwoord. Daar hadden we het net over, hè? Goed opletten. Gaan we meteen door naar oefening 10, jongens. Oefening 10. Die hebben jullie ook gemaakt, hè? Ja. Oké. Kijk naar de plaatjes. Toen ik vroeger op de middelbare school zat, wist ik niet echt wat ik wilde worden. Ik wist wel dat ik iets met talen wilde doen. Nou, toen was er nog niet echt een opleiding wat met vertalen te maken. Dat was niet echt in de buurt. Mijn decaan die had me toen geadviseerd om de lerarenopleiding te gaan doen. En Frans vond ik altijd heel leuk. Stond ik altijd goed voor. En ik vind het een mooie taal. Het is ook een taal van de liefde, zeggen ze. Aisje, 5 petit terme. 5 kleine postzegels. 5 kleine postzegels. Goed zo. Verbeter het, hè, als je het verkeerd had. Ik spreek, ja, 3 talen. 4 misschien ook, Engels een beetje. Ik spreek Arabisch van huis uit, Nederlands, Frans en Engels een beetje. Oké, we gaan door. Volgende plaatjes. Oh, we hebben er nog 2 te gaan, hè? De eerste, 7. Labiel, vooruit. 7. De chewing gum. Goed. Het is er maar 1 trouwens, hè? Het is 1 pakje en eentje is eruit gehaald. Had ik het ook bijna fout gedaan? Ja, ik vind Nederlands toch wel het beste om mezelf uit te drukken als ik heel erg boos ben. Want als ik dan in het Arabisch doe, dan lijkt het alsof ik nog aardig ben, weet je wel. Dus ja, ik vind toch wel voor mezelf Nederlands de taal om uit te drukken echt als ik, ja, voor alle soorten gevoel, zeg maar.